Ja, Daley, ik zei Ajax verwacht je een regelmatige overwinning. Dat is een hoop vuurwerk, zowel binnen als buiten het veld. Ja, ik zag het. Maar nou, van onze kant was het zeker geen vuurwerk. Dus nee, we zijn gewoon heel goed weggekomen, dus zo eerlijk moeten we zijn. RKC heeft denk ik meer en grotere kansen gehad. Gingen ze niet goed mee om. Ja, we waren gewoon niet in goede doen vandaag. Eigenlijk waren we gewoon heel slecht. En dat weten we ook zelf. En ja, we moeten gewoon op naar de volgende. Nou, enige vuurwerk van jullie kant zou je ook kunnen zeggen, de 1-2 van Quincy Promes? Ja, dat was wel vuurwerk. Echt, 2 seconden daarvoor roep ik nog naar hem van Quincy, 1 kans en dan gaat hij erin. En hij schiet hem binnen, 1 schot. En dat was wel een mooi momentje. Wat vond je van het vuurwerk tijdens de wedstrijd? Ik weet niet, waarvoor was dat? Wat riepen ze? Het was volgens mij tegen de UEFA gericht. Ja, dat is verstandig. Ja, nu loop je dus het risico dat je in de competitie ook zonder uit publiek gaat spelen. Ja, er zijn wel een paar wedstrijden waar we dat gewend zijn, maar het is misschien niet een goede... Ik weet niet of het dat precies was, maar anders is het misschien niet de manier om te reageren. Maar we zullen ze zeker missen als ze er niet bij zijn. Het vuurwerk was een beetje irritant, want ik kon niet, je kon niet meer praten, want je hoorde elkaar niet. Maar ja, in het vechtpartij, ik keek er wel naar, want er was een doelpunt gescoord. Volgens mij van Promes, en toen bracht een vechtpartij uit. En ik snap het heel goed dat er een vechtpartij uitbrengt, want een Ajax-fan moet gewoon in zijn eigen vak zitten. En niet in het vak waar mensen bij RKC zijn, en dat is het thuisvak. En dat was nu wel het geval. En natuurlijk keur ik het niet goed dat je gaat vechten, maar ja, voetbal is emotie. En dan supporters raken ook geëmotioneerd als iemand gaat juichen als Ajax scoort. Dus aan de ene kant begrijp ik het wel, ja. Normaal krijg je zo'n wedstrijd tegen Ajax 2 kansen. Ik denk dat jullie vandaag wel 4 of 5 hebben gekregen. Zeker. En ook niet zomaar kansen. Ik denk een heleboel. Ik denk, de eerste voor mij is niet echt een kans, maar ik maakte er een kans van. Zo krijg je veel maar geen geel eigenlijk bij die vrije bal die jou aan de kant was gaat. Ja, dat vroeg ik me ook af. Dat vroeg ik ook aan de scheids. Twijfelgevalletjes toch voor Ajax vaak. Maar dat zijn we wel gewend in ieder geval in Nederland. Maar ja, Stanley Elbers, Stijn Spierings op de laatste minuut. Derren Maatsen nog, ja, dat zijn wel kansen. En als je wat wil tegen Ajax, moeten die er gewoon in. Is dit misschien ook wel goed richting Chelsea? Dat je nu wel, dat jullie wakker zijn? Ja, voor Champions League wedstrijden hoef je nooit op te laden. Dat... We weten allemaal hoe goed we kunnen voetballen als team. Hebben we ook al laten zien dit jaar. Er is helemaal geen reden tot paniek. Soms heb je gewoon zo'n dag ertussen. En, ja, we hebben misschien een beetje zand in de ogen gestrooid bij Chelsea. Als die beelden gaan bekijken, dan ja, misschien kijken ze wat. Ja, we kunnen verder mee.